Dit doe je trouwens heel weinig. Ze zeggen dat je bent burgemeester, dus dan moet je heel vaak lintjes knippen. Nou, valt heel erg mee. Dit is een... Oeh, kijk. Juist. Tadaa! In Renswoude zijn 8 tijdelijke woningen gerealiseerd, waarin 4 woningzoekende jongeren uit Renswoude en 4 jonge statushouders gaan wonen. Vrijdagochtend 28 oktober werden de huurcontracten getekend, waarna in de middag de sleuteloverdracht plaatsvond. We hebben 4 starters uit Renswoude, dus jongeren onder de 23 en 3, want we hopen dat daar nog een 4e bij komt, statushouders, hun woning geopend. Dus zij hebben de sleutel gekregen vandaag. Dit project is gestart omdat we sowieso 1 een taakstelling hebben als gemeente om statushouders op te vangen. En tegelijkertijd hebben we ook een heel aantal starters op de woningmarkt, dus onze jongeren, die ook heel graag een woning willen. En nu slaan we eigenlijk die 2 vliegen in 1 klap en hebben we zowel huisvesting voor de statushouders als voor onze jongeren. Want is er een grote woningnood hier in Renswoude voor jongeren? Ja, sowieso is het heel moeilijk om als starter überhaupt een woning te bemachtigen. Dus die lijsten waarop je staat als je een huurwoning wilt, die wachtlijsten, die zijn best heel erg lang. En als er dan nu zo'n mooi project is als dat we nu hier hebben, dan is dat natuurlijk een ontiegelijk mooie kans voor onze jongeren om te starten. Hoe komen jullie aan deze 4 jongeren? Deze jongeren hebben allemaal een motivatiebrief geschreven. Die hebben aangegeven dat ze graag in aanmerking wilden komen voor deze startersunit. In die motivatiebrief hebben ze aangegeven waarom zij denken dat zij een bijdrage kunnen leveren aan een goede landing van onze statushouders, dus onze nieuwe Renswoudenaren. Ja, en zo hebben zij zich geplaatst voor deze woning. Nou, als je hier als starter komt, je komt uit een ander land, je bent gevlucht, je bent statushouder. Dan is het fijn, zeker als je in een kleine kern zoals Renswoude is, als je daar komt, dat je dan ook een beetje de weg leert kennen. Dat je weet van, hey, waar moet ik zijn voor de sport? Waar kan ik heen voor de bibliotheek? Bij wie kan ik aankloppen als ik een moeilijk formulier heb om in te vullen? Nou, en zo hebben deze starters ook aangegeven, deze jongeren uit Renswoude. Nou, dit is onze bijdrage eraan. Wij willen daar echt iets van betekenis zijn. Ik heb mijn sleutel gekregen van mijn nieuwe woning. Was het voor jou lastig om een nieuwe woning te krijgen in Renswoude? Ja, absoluut. Als ik dit project niet had gehad, dan was het niet gelukt, denk ik. Ik heb ook begrepen dat het op een bijzondere manier is gegaan. Want wat moest je er allemaal voor doen? Ik moest allereerst, we kregen een brief thuis gestuurd waarin stond wat het plan was. En vanuit daar moesten wij een soort sollicitatiebrief maken. En aan de hand van die brief werden er dan een paar mensen gekozen die op gesprek mochten komen. En dat gesprek hebben we toen online gevoerd omdat ik toevallig op vakantie moest. Het was in de zomervakantie. En toen dat gesprek gevoerd en toen uiteindelijk te horen gekregen dat ik een van de 4 jongeren werd die hier een woning zou gaan krijgen. Maar je moet wel iets extra's doen om hier te kunnen wonen, heb ik begrepen. Ja, het is wel de bedoeling dat wij helpen integreren. En dus dat wij ervoor zorgen dat de statushouders die hier ook komen te wonen, 4 in totaal, dat wij hun een handje gaan helpen. Oftewel een goede buurman zijn, ons eigen netwerk inzetten om ervoor te zorgen dat hun bijvoorbeeld aan werk komen. Of dat hun kinderen de biep kunnen voor een taalkursus of dat soort dingen. Maar dat lijkt me toch wel enigszins een opgave. Ja, alleen het is wel zo dat niks moet. Dus het is, we zijn echt gekozen om onze motivatie, omdat we dat zelf leuk vinden. Er zit geen verplichting aan. We zijn dus gekozen omdat we het leuk vonden. We helpen alle 4 helpen we graag mensen. Ik denk dat we door elkaar te helpen heel veel kunnen bereiken. Kende je je buren al? De 4 Renswoudse jongeren kende ik. Voor dit project alleen van gezicht, zeg maar. Ik sprak ze niet zo vaak. Maar we hebben allemaal bijna op dezelfde basisschool gezeten. Dus ja, je weet wel wie het zijn. En de statushouders hebben we vandaag voor het eerst ontmoet. En hoe zie je de toekomst? Ik denk een fijne woonplek om te wonen. In Renswoude, dus je kent het allemaal. Het is best wel veilig allemaal. En nu met de statushouders die we ontmoet hebben, dat valt eigenlijk qua communiceren en zo reuze mee. Dus ik verwacht een fijne toekomst waarbij we op een hele fijne manier hier kunnen gaan wonen. Dat zijn echt Renswoudse jongeren die ook aangeven van, joh, wij willen ook graag dat deze mensen in Renswoude gaan meedoen. En daarom is het wel echt heel typisch Renswouds en het is kleinschalig. Dus op deze manier is het ook heel goed gedragen voor de omgeving. Trots? Zeer trots. En deze is ook voor jou. Dank u wel. Mag ik een hand van je? Van harte gefeliciteerd. Welkom. Dank u wel.